Deze enorme halsbanden die worden gedragen door olifanten in Afrika. Ze bevatten slimme technologie waarmee je ze heel goed kunt lokaliseren. Maar niet alleen in Afrika komt dat voor pas, ook hier voor de Europese bizon. Nou, Ariet, dit gevaarte heb jij dus om een olifant in Botswana gekregen. Hoe doe je dat? Ja, nou, het is niet makkelijk. Een team van vaak wel 20 mensen is daarbij betrokken. Je hebt een helikopter nodig. Die moet verdoofd worden. En dan gaat hij om, ja. En dit is dan voor een olifant. Wat voor zenders heb je nog meer? Voor wat voor dieren? Dit is voor een cheetah. Dus nou, die is al een maatje kleiner. Hangen gewichtjes onder om de sensor mooi naar boven te laten reizen. Die is ook al gebruikt, of niet? Ja, deze zijn ook gebruikt. Worden ook om bijvoorbeeld wilde honden worden ze ook voor ingezet. En dan hebben we deze. Dit is toch wel een beetje het meest bijzondere. Dit is voor de neushoorn. Nou, je ziet al, dit is zo groot als 4 suikerklontjes ongeveer. Ja. En die wordt in de hoorn van de neushoorn geboord. Klinkt heel extreem, maar zo'n hoorn is gemaakt van keratine. Dus dat is het, nou ja, waar onze haren en onze nagels van gemaakt zijn. Dus het dier voelt daar niets van. En na 2 jaar groeit hij er weer uit. Wat kun je dan precies met die signalen die hier worden opgevangen? De signalen worden opgevangen hier door verschillende punten. En in een livekaart kun je dan zo precies zien waar je dieren lopen. Dus, mag ik zien? Kan ik je laten zien. Deze olifant loopt mooi binnen de hekwerken van dit gebied. Die heeft die is op pad gegaan. Precies, je ziet het. Ja, die gaat daar lekker op zoek naar lekker landbouwgrond en gewassen van boeren. Als je er dan op klikt. Nou, dan kun je dus de track zien van de afgelopen dagen. En deze technologie, die doen ze nu hier ook voor de Wisent. Precies hetzelfde gebruiken we nu hier voor de Wisent, ja. Bijzonder. Ja, hè? Oké, deze. Oké. Yes. Om de Wisenten te lokaliseren zijn verschillende antennes geplaatst. Zoals bovenop de watertoren. Wauw, dat is wel heel mooi hier. Ja, dit is wel een uitzicht. Zo, hé. Het hoogste punt hier in het gebied. En ook de reden dat we hier dus de installatie hebben neergezet. Deze installatie zorgt voor het opvangen van de signalen van de sensoren die om de dieren zitten hier. Ja, want hoe werkt zo'n gesloten netwerkje? Ja, zo'n gesloten netwerk draait dus lokaal. Dus in plaats van dat het in de cloud draait, zoals een 3G of een 4G, een netwerk draait het dus echt op locatie. Dat betekent ook dat het veel minder makkelijk is voor stropers die met de tijd meegaan en ook hackers in de armen sluiten, te kunnen inbreken en coördinaten kunnen vinden. Oh, die neushoorn zit nu daar. Je moet er nu heen rijden. Exact. En dat wil je natuurlijk voorkomen ten alle tijden. Mm-hmm. En daarnaast, omdat het lokaal draait, kunnen de sensoren met veel minder batterij veel langer meegaan. En dan kan je echt denken aan tientallen jaren. Dat vinden die dieren natuurlijk heel fijn, want dan hoeven ze niet zo vaak gezenderd te worden. Exact. Oké, en zijn er meer van dit soort punten in de buurt? Nou, ik zie je helemaal daar. Die lange witte massa. Ah ja, precies. Nou ja. En dan aan die kant staat er nog één. Om zo vanaf verschillende kanten punten te creëren om de signalen op te vangen van de sensoren. Net als in Afrika. Net als in Afrika, juist. Ja, Esther, jullie werken hier met dezelfde technologie als de olifanten in Afrika. Maar dan voor wilde bizons, de Wisenten. Wat kun je zien? Ja, we hebben inderdaad onze eigen slimme netwerk opgebouwd een paar jaar geleden. En nou, zenders in verschillende grote grazers geplaatst. Nou, een van die zenders is in één Wisentkoe. En dan kunnen wij de Wisenten volgen. En je kunt nu dus ook zien waar ze nu zijn als we de natuur hebben. Ja, en dat is eigenlijk het belangrijkste voor vandaag. We willen zo op pad. Ja. Dus je kan wel zien dat de laatste positie is 1 minuut geleden. Oh, oké. Dan gaan we ze zoeken. Ja, dan moet je dat doen? Ja. Kijk, dit is wel belangrijk voor je. Oké. Vandaag. Ik pak nog eentje. Nou, nu heb ik wel een echt safari gevoel, Esther. Kom maar op. Hey, kijk. Daar staan ze. Oh, wat is ze mooi. Oké, nog één. Waar? Hier bovenop, achter hem. Oh, daar rechts van die man. Ja, de grazen. Dat is volgens mij ook een stiertje. Wat een mooie beest, hè. Kijk de kop, hè. Wauw. Zijn deze dus ooit uitgestorven hier? Of hoe ging dat dan? Waarom zijn ze nu hier terug?
Ja, ze zijn ooit helemaal in het wild uitgestorven in heel Europa. Rond, hoe lang geleden is dat? 1927 in de Caucasus. En dan supersnel heeft een herstelprogramma begonnen in Polen. Nou, dan hebben wij in 2007 een pilotproject begonnen met de Wisent. Met een paar, even kijken hoe het gaat. Ja, met zes. In deze mooi gebied, Kransvlak. Helemaal... Oh, dit is er nog één? Ja, ja, dit is een kleintje. Sorry, ik onderbrak je even. Ik kwam even bijzonder. Ja, die zijn zo mooi. Ja. En wat voegen ze toe voor dit landschap? Nou, Wisent heeft een andere eetpatroon dan rund of paard. Dus met de combinatie van die soorten grazers kan je op een beter manier de vegetatie openhouden. Als jij niks doet, dan groeit de duinen dicht. Je kan door de sensor bij de kudde dus beter weten waar ze zijn. En Esther wil dit ook nog op een andere manier inzetten voor haar onderzoek. Maar we willen eigenlijk ook proberen een vertaling van de activiteitswaardes van het zender naar gedrag. Dus nu doen we gedragobservaties in het veld. Mm-hmm. We willen graag weten of in de toekomst vanuit gedrag aan de hand van data kunt voorstellen en uitleggen. Precies. Oh ja. Jij houdt echt van die beesten. Je ogen beginnen helemaal te stralen als je erover vertelt. Mooi is dat.